Samen in een musical spelen leidt soms tot relaties of hechte vriendschappen. Kijk maar naar Jim Bakkum en zijn huidige tegenspeelster. Maar ook Ger Otte en Carla Boshart zijn na het spelen in de musical The Beauty and the Beast merkbaar nader tot elkaar gekomen. Voor het vijfde opeenvolgende jaar reikt de internetpagina musicalfan.net de gouden duimen uit. Musicalfans konden via de site weer hun stem uitbrengen en de winnaars zijn beloond met een gouden duim. Het is een fanprijs en die gebruiken misschien andere criteria of die kijken soms anders naar stukken. Dat vind ik helemaal niet erg, dat kan. De grote winnaar vanavond werd de musical Honk. Honk is onder de fans heel erg populair. En onder het grote publiek is Beauty and the Beast heel erg populair. Dat zijn twee verschillende dingen. En dat zegt niks naars over Honk en dat zegt niks naars over Beauty and the Beast. Dus dit is een andere prijs. Carlo en Ger speelden samen in de musical The Beauty and the Beast. Ik vind het niet vervelend dat Beauty and the Beast niet gewonnen had, want ik had het wel leuk gevonden als iemand gewonnen. Het is natuurlijk wel een wedstrijd en elke wedstrijd willen wij winnen. Voor het eerst is er dit jaar een echt gala georganiseerd waarbij alle fans aanwezig kunnen zijn. De dresscode was Coming As You Are, iets wat presentator Harmon Ziese mogelijk iets te letterlijk nam. Ollie, hou jij mijn tasje even vast, want die gozer wil met me dansen. Carlo en Ger treuren in ieder geval niet te hard om het feit dat ze geen duim mee naar huis krijgen. Ze hebben al genoeg gewonnen met hun samenspel. Maar zelden dat je iemand treft waar je het zo leuk mee hebt en die zo lief is. Vooral de humor. We kunnen in Rotterdam zeggen ze, kom uit Rotterdam, vlakbij Lombardije. Om een scheet kan je lachen. Nou ja, dat hebben wij altijd met z'n tweeën. En ik ben Amsterdammer. Ja, kun je nagaan. Nou, ja. Dus hij is voor Feyenoord en ik ben voor je Ajax. Ja. We vullen nou alle twee. Ja, Ajax. Nee, dat is echt wel vriendschap voor het leven. Hartstikke fijn. Vrienden voor het leven en nog een mooie toekomst in het verschiet. De keuze voor een prijs of een mooie toekomst is voor Carlo in ieder geval niet moeilijk. Hoe je doet van zo'n prijs is heel leuk. En dan gaat zo'n ding gaat de kast in. En dan kijk je daar nog eens een paar keer naar. En ja, dan denk je van op een gegeven moment staat er 2003. En dan denk je, dat is alweer een paar jaar geleden. Dus op een gegeven moment moet je die prijs moet je ook weer wegstoppen. En dan moet je weer verder gaan. Het is maar een momentopname. En als je daar te lang aan vast blijft hangen, dan is er altijd een mooiere tijd die achter je ligt. En de mooie tijd moet voor je liggen.